Koenekort, je bent altijd vrolijk, maar als er boosheid is, dan ben je ook echt boos. Is de woede een beetje gezakt? Ja, inmiddels wel. Natuurlijk ben ik nog steeds teleurgesteld. En de hele situatie is natuurlijk nog steeds niet geweldig. Maar ik heb me er wel overheen gezet. En uiteindelijk ben ik ook topsporter en moet gewoon vooruit kijken naar de volgende doelen. Er komen nog genoeg doelen aan en ik kan er gewoon weer heel hard voor werken. Waarom rijd je geen Tour de France? Ja, de ploeg heeft anders besloten. Denken dat ze meer kans maken met andere renners in de Tour. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar zo zeggen ze het. Ja, zullen we daar eens mee beginnen? Ze gokken meer op de klimmers, daar ben jij het niet mee eens. Want voor Degenkolb zijn er zeker nog wat ritten waar jij van waarde kan zijn. Is dat jouw argumentatie? Nou, ik begrijp op zich wel dat ze met meer klimmers gaan. Ik bedoel, er zijn best wel veel bergetappes. We hebben goede klimmers in de ploeg. Met Warren Barguil hebben we ook nog iemand die in het klassement denk ik heel goed mee kan gaan doen. Ik wil niet zeggen dat ik daar niks in kan betekenen, maar in die argumentatie van de ploeg kan ik wel meegaan. Maar daarnaast zeggen ze dat ze ook voor John in de lastigere sprintetappes willen gaan. En juist dat heb ik volgens mij dit jaar en ook andere jaren heel goed gedaan. En dat ze zeggen dat ze daarin weinig vertrouwen hebben in mij, vind ik gewoon heel raar. Ja, de hamvraag is of dit wel de ware reden is. Wat denk jij? Ja, nee, ik heb het al eerder aangegeven. De ploeg zegt dat het zo de ware reden is. Ik hoop dat het zo is. Ik heb al in interviews gisteren ook al aangegeven dat... Ik het gewoon een hele rare argumentatie vind in die zin. En ik heb voor volgend jaar nog niet bij de ploeg bijgetekend. En ik hoop maar dat niet een van de redenen is. Nee, maar is het tegen jou gezegd, Koen, teken je niet bij, dan geen Tour de France. Koen, klets jij met je manager, klets jij met andere ploegen, dan kiezen we voor iemand anders. Nee, dat is zeker zo niet gezegd. Maar ze waren ook niet heel erg gelukkig dat ik nog niet bij wilde tekenen. Het was een lastig gesprek. Wat speelt er achter de schermen? Wat kan je daarover zeggen? Ik heb hier heel goed naar mijn zin gehad. En eigenlijk nog steeds heel goed naar mijn zin. 7 jaar zit ik hier in een mooie ploeg. Gaat allemaal lekker. Maar ik kom ook op een gegeven moment op een punt in mijn carrière eigenlijk. Dat ik gewoon even een keertje wilde rondkijken om te zien wat voor mogelijkheden er waren. Ik had eigenlijk wel gehoopt op iets meer begrip wat dat betreft. En daarmee kan ik uit je woorden filteren dat er een einde komt aan Koenekort bij Giant Alpecine. Nou ja, zoals ik al zei, ik wil graag om me heen kijken. En dat wil niet zeggen dat ik definitief vertrek bij de ploeg. Nee, maar dat lijkt wel voor de hand liggen. Zeker als je ook nergens geen Tour de France mag rijden, toch? Ja, geen Tour de France rijden, dat... Dat werkt niet bevorderlijk, zeggen ze. Nee, dat werkt niet bevorderlijk, inderdaad. Maar nogmaals, ik heb nog geen beslissing genomen. Wat speelt er aan interesse? Want je bent altijd heel een goede werknemer geweest voor kopmannen. Dan kan ik me voorstellen dat er kopmannen zijn met wie je al samen hebt gewerkt. Die zeggen, Koen, ik wil jou graag bij mijn ploeg hebben. Speelt dat? Ja, uiteraard. Het is natuurlijk nog steeds redelijk vroeg. De Tour de France is nog niet begonnen. Vaak wachten ploegen toch wat langer. Eerst worden kopmannen gezocht en vervolgens wie kan de kopman gaan helpen. Dat begint nou een beetje op gang te komen. En ik hoop eigenlijk dat er inderdaad wel wat interesse gaat komen. Ik heb al wel wat interesse gehad. En hopelijk kunnen we daar nog even mee verder gaan. Daar kan je nou niks over zeggen. Kan ik nou sowieso niet. Kan ik net zo lang zeuren, maar dat gaat er niet uitkomen vandaag. Absoluut niet. 1 augustus, is dat iets waarop je het kan zeggen? Waarop jij meteen ook met duidelijkheid komt? Zodra ik iets weet, dan mag er vanaf 1 augustus inderdaad bekendgemaakt worden. Voor die tijd mogen er geen contracten getekend worden. Dus kan er wel interesse zijn, maar is er verder nog niks definitief. Ja, wat doe jij nou? Wat ga jij doen de komende weken? Eerst NK heel hard rijden, dan even op vakantie, batterijen weer opladen en vervolgens ga ik heel hard werken naar het volgende doel. En dat is in principe de Ronde van Spanje, dus dan ga ik daar weer heel hard voor trainen. Ben je getergd morgen, NK? Wil je nou echt iets laten zien, iets extra's laten zien? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk altijd een mooie wedstrijd. Die rood-wit-blauwe trui, dat zou heel mooi zijn als die binnen de ploeg kan komen. En natuurlijk helemaal als ik hem kan hebben. Ik heb de laatste jaren niet zo heel veel gewonnen. Dus om mezelf als favoriet aan te strepen lijkt me heel raar.
Maar ja, ik hoop dat ik gewoon een mooie, goede koers kan rijden. En hopelijk kan ik kan iemand uit de ploeg die trui pakken. Ben jij een broodwielrenner? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. Maar ik heb vooral... Is iedereen uiteindelijk een broodwielrenner? Ja, dat denk ik wel. Maar voor mij is plezier in de sport wel het allerbelangrijkste. Ik vraag het omdat je wellicht bij een andere ploeg kan tekenen die ook veel beter betaalt. Waardoor een aanbod kan krijgen wat Giant Alps niet aan kan tippen. Speelt dat ook mee? Niet in eerste instantie. Uiteraard is het altijd fijn om meer geld te verdienen. Ik denk dat niemand daar nee tegen zegt. Maar dat is voor mij niet direct een pure noodzaak. Wat wil jij nog? Je bent 33, je hebt nog een paar jaar waarin je kan koersen, waarin je jezelf nog kan laten zien. Wat wil je? Wat zijn je doelen? Ja, ik hoop eigenlijk nog steeds een paar jaar heel veel plezier in het wielrennen te hebben. Wat ik nu heb. Ik heb het goed naar mijn zin als wielrenner. Ik vind het heel erg leuk. En er valt nog genoeg te winnen voor een kopman. Er valt nog genoeg te ondersteunen. En ik denk de weg die ik eigenlijk voornamelijk afgelopen jaar en zeker dit jaar heb ingeslagen. Met toch wat lastigere klassiekers, wat lastigere etappes te overleven en daar een sprint aan trekken. Dat bevalt me heel erg goed. En hopelijk kan ik daar nog een beetje in verder doorontwikkelen. Ik zeg niks raars als Koen de Kort volgend jaar weer dienstbaar is voor een man als Marcel Kittel, voor een man als John Degenkolb. Welk naampje er ook op het hesje staat, maar dat zou heel logisch zijn. Ja, zoals je al zei, ik ben inmiddels 33. Ik heb heel weinig gewonnen in mijn carrière. Het zou raar zijn om ineens voor mezelf te gaan rijden. Ik denk dat ik het beste uit de verf kom met ondersteuning van een andere renner. En dat vind ik ook heel leuk. Ik wens je succes morgen. Rij de steentjes met die woede in je achterhoofd maar uit de straat. Dat doe ik zeker. Dankjewel.